zal ik me je even voorstellen? Ja? Ik ben Arie Vulpen. Ik ben de oudste zuster van Bedpen. Wie ben ik? Nou, ik ben Arjen Oosterhoff, de zoon van Jan Oosterhoff, man van de stad. Oosterhoff? Hier heb je mijn broertjes wat te maken, ja. Oh, dan moet hij een troep bij mij op de sneeuw gooien. Welke troep? Ja, die sneeuwtroep. En wat van hem is, dat blijft daar. En van mij is, dat valt hier. Hey, dat is helemaal waar. Ho. Iemand geen beert niet in de bek, ja. En? Nou, is hij nu dat beert. Nou. Ja, maar zo is dat wel. Is dat zo? Ja, dat is gewoon zo. Ik wil het niet vullen zeggen, maar je moet me zo denken van... Die stoepen hier is niet Joen stoepen... Maar is onze stoepen. Maar dan moet hij geen troep bij mij op de stoel gooien, mevrouw Vulpen. Ik ben niet mevrouw Vulpen. Nee? Ik ben mevrouw Vul-Pen. Oh. Nou, dan mevrouw Vul-Pen. Blijf toch eens op een eng stuk. Ik weet niet, Vullen... Zouden we toch eens een ende die kant op? Mevrouw Vul-Pen. Nou, ik ben niet mevrouw Vul-Pen. Ik ben mevrouw Vul, een poosje niks, en dan mevrouw Pen. Ik wil niet Vullen zijn. Ik zie niet alleen nu als een pit, maar ik ben echt zo stom als de achterende van het varken. Nou zeg, mevrouw Vulkoek, dat kan het wel weer, ik hè? Ik zeg het nou nog één keer, ik ben Arie Pen en ik ben getrouwd met Anne Vul. En ik help occasioneel bij mijn lieve broer Betty in de winkel. Toe, gooi eens weg met die snee. Ik zeg het nog één keer, hij moet gewoon geen troep bij mij op de stoep gooien. Ik ben er helemaal klaar mee. Laat me eens heen kijken. Ik weet het al. Die liegen sprekend op een Jurrie de Vodde. Oosterhoff, ja! Sprekend in de Vodde, dat dacht ik wel. Ho. De Vodders, hè, ja. Die zijn van de oude spulletjes. Maar de Oosterhoff, hè, die zijn van de nieuwe spulletjes. Zo is het. Dan ga je eigenlijk de mist neer, hè. Ja? Ik weet niet veel, zeg maar. Kijk, zie je onze bakken hier? Dit is een assorti bakken. Hier €1. €2,50. €5. Keurig en nette bakken. Dat willen de mensen, net als de actieën en zo in Meppel en in Wolvengaal. En hoe werd die regenwinkel van euro niks? Nou, dat is niks. Mevrouw Zadelpen, dat ding heet Euronics. Hè? Euronics. En wij verkopen alleen topkwaliteit. Maar ik wil eigenlijk wel een beetje van de gedonder aan. Ach, dan moet je toch geen zemies op, want je bent natuurlijk die vent van vorig jaar, die had die oude opa's al die koelkasten mee in hem. Huh? Ja, kijk, wij als familie Pen, ja? Maak geen fuck uit wat er ziet doen met ons spullen. Als zet hij ons schoonmoeder bij het vullen neer. Dat maakt ons niks uit, maar ja, goed, ik heb wel dure televisies. Ja, ik heb wel hele dure televisies, ja. Hè? Beste van beste topkwaliteit. Oh, pas op, ik zeg het toch. Mijn broer heeft die bakmieren, dat is toch veel beter dan het die. Ik wil ook van een gedonder. Ik wil eigenlijk ook wel van een gedonder. Ik vind eigenlijk, buurman, wij moeten als buren, als ondernemers met elkaar gewoon zijn. Oh, hoe bedoel u? Nou, gewoon, kijk, wij verkopen televisiesnootjes. Ja. Nou, als er dan een of andere bij ons in de winkel komt, en die komt zo'n snootje kopen, dan zeg ik, ach... Heb je wel een goede televisie? Of heb je nog een televisie met zo'n grote kont erachter? Oh, ik snap hem. Ik heb hem door. Hé, hey, dus dan is het zo dat wij... Probleem. Wat? Ik probleem nou wel op de naad. Wij verkopen de stofzuigers en jullie de stofzuigerzakjes. En bijvoorbeeld jullie de batterijtjes. En de lucht. Hè? Ja. En wij de iPods. Wat een helder lucht. Ja, wij de filterzakjes en hier de koffiezetters. Ja. Ja, nou. Ik weet niet, Vullen zijn. Hoe heet die? Arjan, ja. Nou, ik vind die Sam waar ik nou eigenlijk nog eigenlijk aan mee begin. Dan ben alle gedonden bij me weg. Ja. En dan beginnen we, zeg maar, wanneer hij wil beginnen en waar we beginnen. We beginnen nu, hè? Beginnen we nu? Ja, we gaan de sneeuw gewoon naar Jan Vredenburg toe schuiven. Nee, joh, dan denk ik, ja! Ja! Dan kan hij er een mooie foto dan van maken. Dan kan hij een foto van maken. Geweldig! Nou, ik ga weer terug. Want ik ook. Mijn broer die zal de koffie wel kloren, ja.
schaar. Ik kwam binnen en... Ja, vorig jaar had ik het zeker weten nog. En ja, ik heb mijn zolderkamer opgeruimd vorige week. Ik heb alles weggebracht naar de Rova. Kent u dat? De Rova. Fantastisch. Het is net een balorg voor volwassenen. De Rova. En ik had het meegemaakt. Ja, ik weet het zeker. Ja, ik bedoel, nu kan ik het wel vinden. Maar weet je hoe dat ging? Ik ging naar de Rova. En de Rova, ja, ik ben lysdectisch. Dan lees je dingen wel goed, maar dan spreek je ze verkeerd uit. Kijk, want het is afvaladvies, regie, verwijderingsorganisatie. Ja, daar staat geen Rova. Of ik moet het verkeerd uitspreken. Het is maar net, hè? Maar ik weet zeker dat ik dat. Ik ging naar de Rova toe. Ik had alles op mijn aanhanger gegooid en daar ging ik. Ik zou net in mijn autootje stappen en ik gooi mijn portier aan. Vliegt er zo'n meisje mij zo voorbij. Ken je dat? Met zo'n kort opgetrokken shirtje en de broek net een beetje half aan. Dat je dan zo'n gele M erbovenuit ziet komen. Weet je, dan word ik hongerig van. Dan loopt het water me in de mond en dan denk ik, ja, McDonald's. En toen ben ik naar de McDonald's gereden. Ik ging naar de McDonald's toe, was niet moeilijk te vinden. Nee, want overal in Steenwijk vind je die troep van de McDonald's, behalve bij McDonald's zelf, brandschoon. Dus ik kwam eraan. En dan vind ik het mooi, dan kom je bij zo'n ANWB-paal en dan is het net of Ronald McDonald samen met Gaston Starreveld in zo'n paaltje zit. En dan hoor je, goedemorgen, dit is McDonald's Steenwijk, mag ik uw bestelling alsjeblieft? En dan denk ik, milkshake, aardbei? Had hij er nog iets bij willen hebben? Ja, doe maar een rietje. Dus ik reed door. En wat gebeurde er? Er vloog net een autootje om de bocht. Ik mocht naar het eerste raam, want daar kon ik betalen. Maar die auto bleef er een tijdje staan. Ja, dan kan ik u niet ontlaten om dat niet te zien. Want u gaat nu even zien wat ik zag. En er was een, ja, geen mannelijk persoon. Zij liep een heel eind weg. Toen kon ik eindelijk naar het eerste raam. Ik betaalde dan netjes en ging toen naar het tweede raam. En ik denk, ik heb lang genoeg gewacht. Mijn milkshake zal wel klaar zijn. Maar, nee, het was niet klaar. Ik moest van zo'n meisje met zo'n petje en zo'n halve beugel die zegt, dag meneer. En dan denk ik, oh, ze zei meneer tegen me. Mocht ik even wachten op zo'n parkeerplekje daarnaast, op mijn McDonald's, milkshake. En dan denk ik, hoe zou dat daar binnen dan gaan? Hoe zou dat daar binnen dan gaan? Hey Betta, ik heb de melk op. Kun je nou een beetje opschudden? Ik heb meteen geen trek meer. En dan snap ik ook waarom de band is buiten McDonald's. Want ik rij naar de Rova. Ik zit met die milkshake. Ik denk, keep it zo overboord. Ik kwam bij de Rova. Op het Groot Verlaat. Nou ja, dat is wat. Ik rijd Groot Verlaat op. En wat denk je? File! File! Wereldwaar, echt waar! File! Daar was gewoon een file op het Groot Verlaat. Iedereen gaat soort bij de Rova. Dus ik denk, weet je wat, ik kan net zo goed eventjes naar de Shell, haal ik even een broodje kaas. Dus ik tippeltjes zo eventjes naar de Shell toe, koop daar een broodje kaas en ik ga weer in de auto zitten. En yes! Ik kon 3 centimeter vooruit. Enfin, ik pak mijn broodje kaas, zit er een beetje naar te kijken en denk, Jaap, het is je vrije zaterdag. Je hebt toch niks te doen. Hè? Waarom maak je je druk? Ja, dat dacht ik ook. Dus ik kwam eindelijk bij de Rova. En toen moest ik op zo'n weegbrug. Dus toen pakte ik mijn broodje kaas. En dacht, ja, dat had ik dan beter niet kunnen doen. Kijk ik naar rechts, staat daar een man. Echt, een man naar mij te zwaaien. Ik denk, wat een vriendelijke man. Ik zwaai even terug. Maar toen werd hij toch rood? Die man werd rood. Dus ik sprint naar binnen, want ik denk, er is wat met hem aan de hand. Dus ik ren naar hem toe. Ik zeg, goh, meneer, is wat dan? En hij zegt alleen tegen mij, wat heb je erop? Ik zeg, kaas. Maar dat bedoelde niet. En dat zag ik ook meteen in zijn ogen. Dus ik zeg tegen hem, nou ja, oud ijzer te bijten en gordijnen. Hout. En dan blijkt dat je dat moet sorteren. Dus die man zegt, maar en maar abba, dat maakt niet. Ik zeg, maar één bij aan bij hem maar tien. Maar één bij aan bij hem maar tien. Ja, dan had ik het wel goed verstaan. Dus ik reed als een verlorene
door al die bakken. En dan moet je sprinten om het van die ene bak in die andere bak te gooien. Maar ik denk, Jaap, het is je vrije zaterdagmiddag inmiddels. Je hebt toch niks te doen. Hè? En dan kom ik bij een of andere bodyguard die zijn leven staat te bewaken bij het oud ijzer. Dus ik zeg tegen die man, meneer, nee, alleen oud ijzer. Dus ik mocht samen met die man het oud ijzer vanuit mijn aanhanger, ging heel raar in zijn aanhanger gooien. En hij reed er vervolgens vandoor en ik stond met lege handen. Maar goed, ik ging weer wegen en dan krijg je iets raars. De weegbrug, daar moet je van de ene kant in en van de andere kant moet je weer terug. En dat gaat natuurlijk niet, dat botst. Ja, dat is hetzelfde dat je zit, ja, zo'n bord aan de kant van de weg van slecht wegdek. Dan denk ik, doe er dan wat aan. Maar ja, ik ging wegen en ik moest toen weer zo'n hokje binnen. Dan kom je zo'n hokje weer binnen en ik denk, blijven lachen Jaap, blijven lachen. Het is leuk, het is later geworden. Blijven lachen, vriendelijk zijn. En dan komt die bom. En dan krijgt storten bij mij een hele andere betekenis als die bom eruit komt. Ik denk, blijven lachen. Maar in je hoofd denk je allemaal dingen waar je heel lang TBS voor kan krijgen. Dus ik stap weer in mijn auto met het bonnetje naast me. En noem een emotioneel persoon hoor. Och, 8 uur journaal ook gemist. Maar noem een emotioneel persoon. Als ik die bom dan zie, dan krijg ik toch een euforisch gevoel. Alsof je de Elfstedentocht hebt gereden. Ik heb gestort! Ik heb gestort in 1 dag! Maar goed, ik was iets kwijt. Ik weet het. Nee, echt serieus. Vorig jaar had ik het echt hoor. Ik weet het zeker. Vorig jaar had ik echt. Ik had vorig jaar 30 kilo nog op mijn lichaam. Maar waar het gebleven is. Thank you.